aantrekkelijkheid van Amsterdam-Rai wordt voor een belangrijk deel bepaald door Amsterdam. Maar wat heel belangrijk is, is ook de luchthaven Schiphol. Als ik het goed heb, worden er dagelijks 317 steden in Europa direct aangevlogen. Zowel passagiers als vracht. En dat betekent dat er dus de Rai met een enorm netwerk verbonden is met de rest van de wereld. Prachtig is dat Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen die samenwerken vaak de wereld in één vlucht verbinden. Dus ik kan vanuit Azië, maar ook Noord-Amerika, kan ik gewoon in één vlucht naar Amsterdam reizen. De terugkoming die wij krijgen van bezoekers is dat ze het een fijn gebouw vinden. Alles is goed op zijn plek, het is goed te bereiken. Ik heb nog nooit iemand gehoord die Schiphol niet fijn vindt. Voor een congres betekent het ook, als de stad makkelijk te bereiken is, dat je dan ook heel veel bezoekers kan aantrekken in één keer. Dus congressen die gemiddeld zeggen, wij krijgen 15.000 of 20.000 bezoekers op bezoek. Als Amsterdam wordt opgenomen in een programma, dan krijg je in één keer een paar duizend extra bezoekers erbij. En dat is natuurlijk het voordeel voor de congresorganisatie.